Goed. Nou, in deze duurtest 2.500 kilometer zijn we nu verder. Sinds maart dat ik hem gekocht heb. En de motor bevat erg goed. Doet het ook best goed. Ik heb wel wat kleine dingetjes gehad. Hij start niet echt makkelijk. Echt moeizaam, alsof de accu gaar is en dat en dat. Contact genomen waar ik hem gekocht heb. Nou, die vonden de accu niet onder garantie worden. Kon ze het mooi uitzoeken. Dus ik heb zelf maar een accu gekocht, die erin gestopt. Maar als je er natuurlijk zaak van gaat maken, kost me dat meer dan die accu me gekost heeft. Dus ik heb er een nieuwe accu in gestopt, van een goed merk, goed type. Het is wel ietsjes beter geworden dan starten, maar nog steeds niet florissant. Dus dat is niet zo tof. Nou hebben deze motoren twee issues. Toen deze 1200 in 2004 op de markt kwam, nieuw blok, alles nieuw. Ging allemaal goed. Maar naarmate de jaren verstreken, steeg de compressieverhouding alleen maar. Zonder de startmotor aan te passen. Nee, want deze modelletjes tot 2012, die hebben allemaal dezelfde startmotoren. Dus, nou, aangezien men wil gewicht besparen op de motoren, ik hoop dat de wind niet te veel herrie maakt, hebben de starter nooit zwaar genoeg uitgevoerd en ook niet verzwaard toen er meer compressie was en het eigenlijk meer nodig was. En wat overmat van ramp, wat hebben ze ook nog gedaan? De startkabel van de accu naar de startmotor is eigenlijk te dun. Vanwege kosten en gewichtbesparing. Dus wat doen sommige mensen? Die vervangen die kabel. Die maken een parallelle kabel aan of vervangen de kabel in het geheel. Ik weet niet over uit wat ik nou ga doen. Maar wat ik nou wel ga doen is, omdat ik een nieuwe accu heb gekocht. En dat kan uitsluiten, want die oude accu zat er iemand dat die bijna leeg was en amper gestart kon krijgen. Omdat die lang had stilgestaan, is het een beetje moeilijk om te kunnen bepalen van is de accu goed of niet. Dus heb ik besloten om de accu maar gewoon in zijn geheel te vervangen. En voor die paar tientjes, dan weet ik dat mijn accu gewoon goed is. Nu kom ik eigenlijk meer tot de conclusie, eigenlijk dat ik de startmotor eruit moet halen. En daar is naar moeten gaan kijken. Deze motor heeft tenminste 108.000 kilometer gereden. Dat is best wel een flink eind. Dus dat betekent wel heel veel starts. De meeste motorrit, dat zijn natuurlijk niet van die enorme ritten. Maar weinig mensen die van Almelo naar Parijs rijden in één stuk. Het zijn dan meestal ritjes van 30, 40, 50, 60 kilometer en dan stop start. Dus ik heb het idee van, ik zit erover te denken om de startmotor eruit te trekken. Ik heb al een revisiebedrijf gevonden die dat kan, dan weg te brengen. Nou is dat ook wel redelijk te doen. Ik zal dichterbij komen. Ik moet de uitlaatgasklep en regeling eruit halen. Dit boutje los. Dit stekketje los. Ik kan deze achterwaarts uit. Hier een bout en daar nog zo een. En dan de startmotor eruit. Ik moet wel het kapje losmaken, denk ik. En uiteraard, je begint natuurlijk met de pluspol, met de minpol los te halen. Nou. Oké. Dus dat gaan we binnenkort doen. Met alle perikelen is daar nog niks van terechtgekomen. Voor de rest ziet hij er prima uit. Rijdt hij erg goed. Erg te spreken over de motor. Nou, iemand vroeg of ik een review wil houden over het MRA-ruitje. Ik had zo'n MRA-ruitje met zo'n verstelbaar stuk. Die kan je hier erop. Het grappige was, als ik die ruit gebruikte, dan stond het binnen een ene hoek. Dan was het hartstikke stil, alsof je op een of andere RT reed. Helemaal prima. Maar je hoefde maar een bochtje door te gaan. De wind stond anders. En je had er helemaal niks aan. Ik vond het niet prettig. Dus ik heb gewoon het bovenste gedeelte eraf gehaald. Ruit in de onderste stand gezet. En het grappige is, nou heb ik wel meer helm. Meer herrie, meer wind op mijn helm. Maar de herrie is flink afgenomen. Het is nou eigenlijk een heel stuk stiller. Mij bevalt het wel. Ik ben 1,87 lang. Ik heb een normale lengte torso armen en benen. Dus misschien een zadel zit in de hoogste stand. Hoe klopt jij? Ik wil wel een zadel hebben, want hier heb ik een lelijk gat erin. En de zadel is een standaard zadel. Zo'n triple plek, als ik het goed begrepen heb. Het is typisch zadel. De eerste half uur zit je prima. Maar na 3 uur
begin er toch wel wat doorheen te geraken. Vooral als je natuurlijk wat zwaarder uitgevoerd bent dan gemiddeld. Dus daar moet ik nog wel iets aan doen. Ik ben aan het kijken voor tweedehands zadels. Maar dat valt niet tegen, want iedereen wil natuurlijk voor zijn GS een andere zadel hebben. Omdat de originele zadels gewoon slecht zijn. He, dan koop je zo'n dure motor en dan stoppen ze zo'n ongelooflijk slecht zadel op. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Ja, wat doe je er dan? En een originele nieuwe Corbin, daar betaal je €700 voor. Dat vind ik toch behoorlijk wat geld voor wat sky-achtig spul, wat vulling en een stukje plastic. Ja, ik bedoel, materiaalkosten zijn nog geen €100, hooguit. Een beetje productie en transport. Als de prijs gaat minstens 3 keer over de kop, dat is mijn idee. Ik hoop niet dat de wind eruit te veel herrie geeft. Maar ik had deze film al een paar keer uitgesteld om te maken. Maar iedere keer was er wat te onstabiel, snel thuis zijn, geen tijd. En ik vind nou heb ik even tijd om film te maken. Het verbruik. Nou, als je gewoon lekker rustig rijdt en gewoon 80 rijdt en geen gekke dingen doet, ja, dan rij je eigenlijk heel makkelijk 1 op 19, 1 op 20. Ga je echt uitgebreid, echt heel rustig rijden met warm weer, ja, dan zit je zo aan de 1 op 20. Dat vind ik voor een grote 12 cc motor, vind ik dat erg goed. Aan de andere kant, als ik met iemand ga lopen jakker op de Duitse autosnelbachtbaan, ja, dan rij je 1 op 13 met dat ding. Maar gemiddeld, ik vind het voor de cilinderinhoud, 1200 cc en het vermogen en een hoge opbouw, vind ik het een erg, ja, het verbruik is gewoon gronduit goed. Ik heb genoeg motoren met minder cilinderinhoud die aanzienlijk meer zuipen en ook nog eens een keer minder vermogen hebben. Dus dat doet BMW gewoon erg goed. Nou, voor de rest, hij rijdt inderdaad heerlijk. Ik heb er een kabeltje aangemaakt. Voor de druppellader alvast. Dat is erg handig. En ik heb nog plannetjes om de Audat te vervangen voor een ouder model zonder klep. Want hier zit die klep in. En die klep die gaat, als je een tijdje stilstaat, gaan die vastzitten. Er zit een grafietbusje in. En zo'n grafietbusje, daar gaat dan smeer en vuiligheid in zitten. En dan gaat die klep niet meer heen en weer. Dat is niet zo tof. Wat die klep nou eigenlijk doet, is zorgen dat je door de keuring heen komt. Als je stationair draait, gaat hij helemaal open. En ga je op bepaalde snelheid rijden, dan gaat hij helemaal dicht, zodat hij hyperstil is. Als je dan met 50 langs zo'n controlepunt loopt, bij de typegoedkeuring. Nou, voor de regels mag dat. Zelf vind ik het gewoon waardeloos. Motoren maken al genoeg herrie, vind ik, in andere voertuigen. Nou ja. Dus ik zit er denk ik om gewoon een model van een 2009 te monteren. Alleen het vervelende is, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben de diameters veranderd. En daardoor kan ik niet zonder meer dat plaatsen. Dus moet ik een verloopbusje zien te regelen. Nou ja, even kijken hoe ik dat ga oplossen. Nou, de klep is nog goed gangbaar. De zaak is gewoon dat je gewoon regelmatig rijdt. En je ook eens een keer een stuk rijdt die echt heel vaak open-dicht gaat. Al gewisselde toerental, hoge en lage toerentallen. Kijk, dan gaat het goed. Maar je moet gewoon even kijken dat het gewoon werkt. En wat ik ook een voordeel zou vinden, als je stationair iets minder herrie maakt. Olieverbruik kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Ze hadden eigenlijk veel te veel olie erin gekieperd toen ik hem kocht. Dat heb ik nou een beetje afgetapt, dat hij wat minder hoog staat. Maar goed, 2500 kilometer geen druppel in hoeft te gooien. En ik zie hem ook niet zakken, dus ik heb het idee dat het allemaal wel dik in orde is. Het is toch een motor die 100.000 gedraaid heeft. Dat zie je bij BMW wel vaker, dat gaat altijd meestal wel erg goed. Het is niet sommige andere motoren die dan de boel kapot hebben. Nou, de slijtage van de banden gaat ook mooi gelijk op. Loopt niet heel hard erg op en af. Nou, voor de rest is er niet zo heel veel te melden. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken maar weer. En tot de volgende keer.